Ja, ik ben me even aan het opmaken. Ik zie er nog uit als een hoer, maar het kan altijd beter, dus... Wat gaan we doen? Nou, we gaan hoerenlopen strikken. Want ik ben namelijk nieuwe lokhoer hier in Rotterdam. En ik ga de man even een bloemetje geven, want ze kunnen het beter gewoon thuis nog een keertje proberen. In plaats van hier. Wat? €5. Deze is voor jou. Hoezo dan? Nou, ik moet je waarschuwen, want er lopen hier allemaal lokhoeren rond. Lokhoeren? Ja, dat weet ik ja. En ik ben er eentje van. Ja. Dus mag je deze aan je vriendinnetje thuis geven? Jij ook? Goed, er lopen hier allemaal lokhoeren rond. Dus als je een keer zin hebt, moet je wel goed uitkijken. Nee? Ik help je eten met je, wil ik graag doen. Nee, dat wil ik wel betalen, maar geld geven om te rekenen, dat doen we niet hoor. Kijk eens, alsjeblieft. Niet meer doen, hè? Nee, ben geef die maar thuis. Moet je waarschuwen voor lokhoeren, dus doe het lekker thuis. Zou het goed doen als ik hem op ben? Nee, je mag alleen een roos van me. Alleen roos, hè? Betaal je wel eens vrouwen voor seks? Ja, ik betaal je, hoor. Wat? Nee. En echt, ik doe met jou graag. Waarom wil je wel betalen? Hoeveel vragen je dan? Ik vraag niks, ik ben gratis. Gratis, dat is goed. Ja, dat is goed, hè? Lekker, hè? Dat dacht ik wel. Dat is goed, ik vind het. Mag ik aanraden? Nee. Ik zeg, nee, dat kan niet. Ik heb gehad, man. Kan nee, niet. Maar ik speel hoe. Ik speel hoe. Ik ben niet echt, hè? Ja, toch, je hebt toch een kut daar? Wat? Je hebt toch een kut? Heb ik een kut? Ja. Ja, dat heb ik. Dat is lekker, toch? Dat is lekker. Ja. Je hebt je roos. Die kan je aan iemand, een leuke vrouw, thuis geven. Ja, toch van die roos. Ja, graag gedaan. Een kusje van mij? Nee. Kijk, al geef je die nou een vrouw thuis. Geef hem aan een leuke vrouw en niet meer betalen voor seks, joh. Dat is zonde. Ik heb bloemen, kijk eens. En ik heb echt mooie bloemen. Hé, hey, u betaalt nooit voor seks, hè? Pardon? Ik zit in de seks. Ja? Wat doet u dan? Nou, dat ga ik niet vertellen. Hé, hey, maar je moet wel uitkijken, want er lopen allemaal lokhoeren hier, hè? Ja, dat weet ik. Ik heb het in de krant gelezen. Nou, in Rotterdam niet echt veel hoerenlopers. Maar degene die we gehad hebben, die hebben vanavond lekker onbetaalde seks. Oh. Oké, schatje. Ja. Jij hebt mij een bloemetje gegeven. Ja. Dan ben ik met de bloem, ik loop naar mijn vrouw daar. Ja. Ik zeg, waar heb je gehad de bloem? Ik zeg, ik heb van de hoeren gehad. Dan heb je mij een probleem gebracht. Mm-hmm. En mijn vrouw, ik zeg, mijn vrouw geeft mij een koesje. Zij zegt, nee, niet meer. Ga bij de hoeren. Dus ik kom bij jou vragen een koesje. Maar dan... Ja, je moet ook niet zeggen dat je die van een hoeren hebt. Ja, maar... Tuurlijk niet, dan verraad je jezelf al gelijk. Ja, mag niet liggen. Zeg, wat dan ook, haar... Je had moeten zeggen, nou, hier schat, een roos van mij, omdat ik zoveel van je hou. Kijk, dan krijg je... Ik hou van haar vroeger, laat me niet meer worden. Dan krijg je onbetaalde seks. Ik vind jou wel.